Goedemiddag, welkom bij aflevering 1 van een nieuw start serie. En die serie is met Anne-Jan aan de keukentafel. Nou, je ziet het, ik heb alvast plaatsgenomen. Ik zit hier met een kop koffie, helemaal klaar om in gesprek te gaan. En normaal gesproken schuift hier aan deze tafel, maar in het begin zal dat zeker in de virtuele tafel zijn. Iemand aan met wie ik in gesprek ga over datgene wat in deze periode actueel is in het onderwijs. En in deze eerste aflevering zie je mij hier helemaal in mijn eentje aan deze keukentafel zitten. Maak je geen zorgen, ik voel me verder niet eenzaam, dus dat komt wel goed. Maar ik zit hier in mijn eentje omdat ik hier vooral zit om jou uit te nodigen. Ik wil jou uitnodigen om daar waar jij denkt, ik zou er een keer aan willen schuiven, want ik heb best een thema wat ik zou willen bespreken. Schuif dan aan, dan ben je van harte welkom. Laat je door middel van de comments hieronder even weten dat je dat wil. En dan gaan we daar een afspraak voor maken. En het tweede is, daar waar je niet zozeer zelf aan wil schuiven, maar je wel heel graag een onderwerp of een vraag ter discussie zou willen stellen, dan nodig je ook van harte uit om die kenbaar te maken. Dat kan op dezelfde manier, gewoon hieronder in de comments. Laat weten wat jou betreft de vragen zijn of de vraag is die hoognodig gesteld moet worden. Zo stelde ik een tijdje geleden zelf de vraag hoe dat toch kwam dat we zo druk waren met achterstand. En waar dat allemaal toe zou kunnen leiden. En ik heb geconstateerd dat veel van jullie met mij die vragen hadden. En dat veel van jullie ook naar aanleiding van de vragen en de bespreking daarvan met elkaar in gesprek zijn gegaan. Nou, dat is wat mij betreft het ultieme doel. Ik zit hier niet omdat ik overal verstand van heb. Ik zit hier wel omdat ik vooral verstand heb van me met dingen bemoeien. En dat is ook wat ik met veel plezier doe. En er gebeurt van alles, er speelt van alles. En een van de dingen die mij op dit moment bezighoudt, en die geef ik je maar vast mee, dat is dat in de periode dat alle scholen dicht waren, ook alle leerlingen thuisonderwijs ontvingen en veel kinderen heb ik horen vertellen dat van alle dingen die ze lastig vonden en die ze graag anders zouden willen zien, dat wat hen goed beviel was het feit dat ze instructies hadden die ze in hun eigen tempo konden bekijken. Ze konden een filmpje doorspoelen als ze het al wisten. Ze konden een filmpje nog eens bekijken als ze het nog niet wisten. Ze konden het in stilzetten, iets uitproberen en daarna weer verder luisteren. Kortom, zij hadden zelf tools in handen om de instructie op maat te maken. En dat is een methode die helemaal past bij wat we vanuit Flipping the Classroom ook kennen. De instructie vooral asynchroon aanbieden, zodat in de live interactie de verwerking plaats kan vinden. Tot mijn verbazing zie ik veel scholen voor basisonderwijs die nu opengaan eigenlijk een andere keuze maken. Ik zie ze vooral de keuze maken om de instructies weer live plaats te laten vinden. En ik snap de argumenten, hè? Het maken van een instructiefilmpje is lang niet zo bevredigend als het geven van een live instructie en de reacties te zien. Ik snap ook de overweging dat je ook wel heel veel plezier haalt uit het geven van een goede instructie. En de interactie die daarbij zit. En het net even afstemmen op die ene non-verbale reactie die je dan krijgt. En tegelijkertijd, vanuit het perspectief van de leerlingen, kan ik me voorstellen dat juist de aanwezigheid van de leerkracht bij het moment dat ik het mijn eigen aan het maken ben en dat ik dingen ga verwerken, dat dat ook heel welkom is. Kortom, vanuit allerlei overwegingen kan je ook tot de keuze komen om de instructie vooral nog plaats te laten vinden als de kinderen toch thuis zijn, want de helft van de tijd zijn ze thuis, doorgaans. Zodat je op school vooral de gelegenheid hebt om samenwerkopdrachten en verwerkingsopdrachten plaats te laten vinden. En het verrast me dat de keuze vaak anders wordt gemaakt. En ik ben zo benieuwd naar hoe heb je het gesprek daarover gevoerd? Heb je met elkaar gezocht naar wat is nou eigenlijk ons uitgangspunt, onze verwachting van wat goed onderwijs is? Of heb je vooral gekeken naar, maar wat zou ik zelf graag willen en waar haal ik mijn voldoening uit? Nou, elke overweging is goed, hè? Begrijp me goed. Dus ik keur zeker niet af dat er scholen zijn die de keuze maken om die instructie op school te geven. Maar ik wil wel mijn verbazing met je delen en ik zou je willen uitnodigen om daar het gesprek over aan te gaan. Ofwel met mij, ofwel met elkaar. Dat laatste is misschien nog wel veel beter en veel leuker. Maar nogmaals, mocht je het gesprek met mij willen, elke donderdag vindt een gesprek als dit plaats. Of komt het in ieder geval online. Dus ben je van harte welkom om deel te nemen. Comments hieronder voor vragen of deelname.
Dankjewel.